In de Randstad eh, kijkt bijna eh, niemand meer verbaasd op als het winkelpersoneel of eh, de Ober helemaal geen Nederlands spreekt, maar Engels. In Amsterdamse en Rotterdamse winkels horecazaken voert het Engels eh, vaak de boventoon. En dat vinden sommige klanten toch echt heel erg en ergelijk. Schrijvers en professoren riepen eerder de minister op om de verengelsen, verengelsing binnen het onderwijs, dus op hogescholen en universiteiten, te stoppen. Maar alle Nederlanders die Engels spreken, en dat zijn er inmiddels heel wat, hebben zelf ook een wake-up call nodig. Bij mij is aangeschoven Ruud Hisgen. Van harte welkom. Ja, dank je. Verbonden aan het Haagse Taalinstituut. En vandaag vindt de zesde editie alweer uh, plaats van de Spreek Nederlandsdag. Dit liedje was er toen al. Sorry? De, eerste keer dat, de, de eerste editie van Spreek Nederlandsdag was dit liedje er ook al? Uh, nee, dat is daarna gekomen. Oh. Ja. <laughs> nou ja, het is in ieder geval een dag uh, die ja. u zelf heeft uh, geïnitieerd. Ja. Nederlanders spreken namelijk te vaak Engels. Met mensen die juist Nederlands willen leren. u wel eens aangesproken door personeel in het uh, Engels? Ik heb het één keer meegemaakt. In een restaurant was dat ook. Ja. En hoe ging dat? Ik weet niet meer precies uh, wat, wat de vraag was, maar ik geloof toch dat het niet meer was dan wat ik wilde drinken. En toen dacht ik, nou, dat had ze toch ook wel in het Nederlands kunnen vragen. Ook al was ze geen Nederlandse. Maar dan had de kroegbazin of kroegbaas haar kunnen vertellen. Als je dat vraagt, moet je dat doen in het Nederlands. Blijkt de klant een uh, buitenlander te zijn, dan zou je misschien een Engelse variant kunnen proberen. Uh -huh. Maar ik zou altijd in het Nederlands beginnen. Ja, het is toch merkwaardig. En ik moet zeggen, ik betrap mezelf er ook op dat als iemand gebrekkig Nederlands spreekt, dat het eigenlijk wel lekker is om meteen in het Engels over te gaan. Ja, we zijn natuurlijk pragmatisch. Hè? En we willen graag snel tot actie overgaan. Uh, ja, uh, dat als... is dus gewoon ongeduld. Nou, ik denk dat het voor een groot deel ongeduld is. Want uh, ja, het kost wat meer tijd als je uh, wil begrijpen wat een buitenlander wil, hè, wat een anderstalige wil zeggen eigenlijk. Ja, wat, ja. wat was de gedachte om uh, hier een dag aan te wijten? Wat was de echte bedoeling? Nou ja, ik geef dus Nederlands aan Anderstaligen. En ik, ik doe dat al heel lang, maar ik kreeg voortdurend de klacht van ja... Uh, ik heb nou al zo lang les en wij praten Nederlands, maar als ik dan gewoon naar een winkel toe ga of uh, naar een restaurant en ik probeer dan Nederlands te praten, dan beginnen ze gelijk in het Engels terug te praten. Wat kan ik daaraan doen? Nou, in het begin had ik dan allerlei trucjes door te uh, zeggen, van nou doe dan net alsof je een rust bent of zo. <laughs> maar dat hou je ook niet lang vol. Nee. En uh, op een gegeven moment dacht ik van nou weet je wat, uh, misschien moeten we gewoon een button laten maken. Waarop staat spreek Nederlands met mij. Dan hoef je gewoon alleen maar te wijzen naar die button. En dan begrijpt die persoon, oké, okay, ik wil dat er Nederlands gesproken wordt met mij. En, en, en dat is nodig, want kijk, als, ik kan heel veel lessen geven, maar als je buiten de deur niet Nederlands kan oefenen, nou dan leer je het natuurlijk nooit. En. Nederlanders zijn dan ook weer zo dat ze zeggen: van ja, oh, je woont hier al zes jaar en je spreekt nog geen Nederlands. Hoe komt dat? En daar ja, zijn we dan. dus mee de schuldig aan. Dat is eigenlijk het idee. U heeft zelf uh, die butten ook uh, om. Ja. is een uh, nou, witte button uh, met, met uh, spreek Nederlands en dan Nederlands een knal, rood en de rest van de letters zijn, uh, zijn blauw. Hij valt uh, goed op. Het is best een grote button. Ja, er zijn er 35.000 van verspreid. Ja. Zo. En ja. wat is het effect? Nou, het effect is vooral: uh, uh, wij zijn een instituut in Den Haag, dus uh, in Den Haag. Uh, weten mensen onderhand wel wat het betekent we hebben natuurlijk ook heel veel uh, anderstalig in uh, in Den Haag. Hè. Ongeveer 10% van uh, de Haagse bevolking is, is, uh, is, is, is komt van een ander land. Heel veel ambassades zitten daar. Heel veel ambassades, maar ook veel van andere bedrijven, van bedrijven en zo. Dus uh, er zijn hele wijken waar eigenlijk alleen nog maar Engels gesproken wordt, zoals in het Statenkwartier of. Uh, ja, en benoorde houdt. En, benoorden houd. en uh, ja, dat is heel vervelend. Uh, voor... Ja, want dat gaat ondertussen wel gewoon door. Ja. Maar wat is het effect van wijzen naar zo'n button? Dat je dus eigenlijk vraagt aan die uh, Nederlander van... Uh, nou, wees nou een beetje geduldig met mij. Want ik wil graag Nederlands spreken. En ik, als je nou een beetje slim zijn, dan begrijp je ook wel... dat als je dat goed behandelt, dan komt die klant wel weer terug. Natuurlijk, als je daar vriendelijk op reageert. Ja, maar uh, wat waren de reacties van experts die daadwerkelijk naar die butten hebben gewezen? Ja, dat werkt. Voor, uh, ja, niet iedereen durft dat natuurlijk te doen, maar uh, de reacties die wij hebben gekregen zijn eigenlijk best uh, goed. Ja. Wel opmerkelijk dat sommige mensen het toch niet durven. Want wat weerhoudt ze dan om de butten te dragen en daarna te wijzen? Nou, het is natuurlijk doodeng om uh, in een andere taal. Uh, te gaan spreken. Oh, dat is het ook. Ze ja, ik je bedoel, dat ook. heb ik ook als ik in Frankrijk ben met mijn Frans is ook niet echt geweldig. En uh, je wilt dan iets uh, bestellen in een restaurant. En, uh, dan krijg je ook van die gezichten van uh, wat ja. anders, dat denk je dan? Hè? Dat is natuurlijk misschien niet helemaal zo, maar je gaat toch aan jezelf twijfelen. Ja. En, er is niks zo erg als uh, een gebrek aan zelfvertrouwen als je een andere taal wil uh, spreken. Zeker. Proefondervindelijk vastgesteld ook. Ja. Het is al de, de zesde editie, begrijp ik, van ja. deze dag. En wat gebeurt er verder op, op de dag, behalve dan dat er, zo stel ik me voor, wat meer buttons worden verspreid? Nou, het is eigenlijk een, uh, gewoon een gezellige dag, uh, waarbij we dus mensen. Uh, Anderstalige uitnodigen. We werken samen met de bibliotheek en ook met de organisatie Embrace Europe, uh, die zich ook inzet om uh, gratis uh, uh, taalonderwijs te geven aan, uh, aan migranten. En uh, we nodigen ze uit om uh, in de bibliotheek te komen. We hebben een speurtocht uitgezet in de bibliotheek en ook een speurtocht door het Bezuidenhout met allerlei kleine opdrachtjes. Zodat uh, in groep, kleine groepjes uh, um, ze gewoon drie uur lang uh, Nederlands kunnen spreken en kunnen luisteren. Mooi. Ja. Um, maar ook nog even terug naar dat voorbeeld wat we eerder uh, uh, lieten beluisteren. Dan is het zo dat Nederlanders zich erover bazen dat er zelfs niet een geringste poging wordt gedaan om in heel simpel Nederlands uh, bijvoorbeeld het zinnetje Wat wilt u drinken? Ja. Dat kun je uit je hoofd leren, denk ik, als je in de horeca werkt, waarom dat dan toch niet uh, gebeurt. Is daar ook een verklaring voor? Is dat dan echt alleen maar faalangst? Of is dat ook gewoon dat, dat je denkt, nou, het is toch prima, ze, ze spreken hier toch gewoon Engels? Um, nu draai ik ja. het even om. <laughs> ja, spreek Nederlands me. met me, dus vandaar. Ja, ik begrijp het. Ik denk dat uh, dat veel, uh, dat een misverstand is ook. Ik denk dat heel veel uh, uh, bedrijven denken: van nou, als ik uh, dus Engelstalig personeel heb, dan is dat chiquer of zo. Vermoed ik. Ja, is ziet daar ook nog de, de status bij van. Ik denk Andelstaal? dat dat in het bemodden hout en in, in het statenkwartier zeker uh, zo werkt. Ja. ja. U, snapt u ook dat er, dat er Nederlanders zijn die zich helemaal rot ergeren... aan het feit dat er in de winkelstraten overal sale staat. Of zoals ze zeggen, zalen in plaats van uitverkoop? Of, of is nee, dat... Daar heb ik nou echt geen probleem mee. Kijk, want uh, dat we. Kijk, Nederlands is sowieso een, uh, een, een, een taal waarin allerlei andere talen terecht zijn gekomen. Hè. We hebben de meeste, we hebben een enorme hoeveelheid Franse leenwoorden, bijvoorbeeld cadeau en zo. Nou, daar maken we ons toch ook geen zorgen over. Engels, uh, uh, Duits, Duitse woorden, uh, Jiddische woorden. Hè? Ik bedoel, we zijn echt nou, als er geen alternatief voor is, snap ik het heel goed. Zoals computer bijvoorbeeld of matras komt uit Arabisch, geloof ik. Maar ja. een woord als uitverkoop, wat is daar mis mee? Uh, niks, behalve dan dat het denk ik voor een bedrijf een uh, lang woord is. <laughs> ja, zou dat het zijn. Gewoon minder letters. Ja, is dat het? En uh, misschien klinkt heel goedkoper dan uitverkoop. <laughs> dat kan ook nog, ik weet het niet precies. Goed, ik wil u hartelijk danken. Uh, Dr. Ruud uh, Hisgen, oprichter van Direct Dutch. gespecialiseerd is hij in het uh, onderwijzen van de Nederlandse taal aan uh, experts... en andere nieuwkomers die in Nederland wonen en werken. En dit button, is hij te verkrijgen voor iedereen? Ja, ja. hoor, uh, via onze website. Als iemand een mailtje stuurt, dan uh, krijgt hij die, die gewoon thuis gestuurd. Hartstikke leuk.